betogers Venezolaanse ambassade in VS voor de rechter 4 demonstranten die donderdag waren gearresteerd voor het bezetten van de Venezolaanse ambassade in Washington DC zijn gisteren, vrijdag, verschenen in het federale gerechtshof. Ze worden beschuldigd van het betreden van verboden terrein en inmenging in de beschermende functies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Kevin Bruce Zeese, 64, Margaret Ann Flowers, 57. Adrienne Pine, 49, en David Vernon Paul, 70, zijn allemaal vrijgelaten onder verschillende omstandigheden en zullen op 12 juni weer verschijnen in de rechtszaal. Hun verschijning voor de rechtbank kwam een dag nadat Amerikaanse wetshandhavers een inval deden bij de Venezolaanse ambassade om een kleine groep te verdrijven die protesteerde tegen de Amerikaanse buitenlandse politiek jegens Venezuela. De inval hielp de weg vrijmaken voor de overdracht van de diplomatieke vestiging aan de Amerikaanse gezant van oppositieleider Juan Guaido. Sinds half april bezetten leden van 3 activistengroepen de ambassade om zich te verzetten tegen Amerikaanse pogingen om president Nicolas Maduro te verdrijven ten gunste van Guaido. De voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela heeft zich in januari tot interim-president uitgeroepen. De Amerikaanse president Donald Trump was een van de eerste die hem officieel heeft erkend als leider van Venezuela. Het ministerie van Justitie zei dat de demonstranten op de ambassade uit 3 groepen voortkwamen, een activistengroep genaamd Code Pink, het Embassy Protection Collective en een derde groep bekend als Popular Resistance. Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat de regering van Guaido Amerikaanse hulp had gevraagd bij het verwijderen van de demonstranten van de ambassade.